Goedemiddag. Dit middaggesprek gaat over de loonnorm. Dat is bijzonder actueel. Die loonnorm houdt immers verband met het loonakkoord dat er, zoals u weet, niet is gekomen. Het was de voorbije dagen voorpagina nieuws. Er is geen interprofessioneel akkoord over de loonstijging in de privésector. Over wat gaat dat nu precies? Dat overleg is afgesprongen, maar moeten wij ons daar zorgen over maken? Wat is de functie van dat overleg? Wat is de context van dit nieuwsitem? Wel, in 1996 werd een loonwet gecreëerd. De bedoeling van die wet was om het verschil in loonkost tussen België en de buurlanden, Nederland, Frankrijk en Duitsland, in te perken. De redenering was dat als de lonen in België fors toenemen, dan zal het voor de Belgische bedrijven moeilijker worden om hun producten aan een concurrentiële prijs op de internationale markt te brengen, wat nadelig is voor de Belgische export. En de loonwet wil daarom voorkomen dat de lonen uitbetaald door Belgische privébedrijven sneller gaan stijgen dan de lonen in de privébedrijven van onze buurlanden. Het gaat in België over de lonen van ongeveer 3 miljoen mensen. Dus om daarin te slagen, schrijft de loonwet voor dat de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, dat is een raad dat bestaat uit 51 leden met vertegenwoordigers van de vakbonden, de werkgeversorganisaties en een aantal academici. Dus de wet schrijft voor dat die Centrale Raad op basis van wettelijk voorgeschreven procedure de marge berekent waarbinnen de lonen in de private sector mogen stijgen. Lonen stijgen in functie van de index, het leven wordt duurder en de lonen worden daaraan aangepast. Die index is voor het ogenblik vastgesteld op 2,8%. Die stijging staat buiten discussie. Het gaat over wat daar bovenop komt. Die marge werd door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven vastgesteld op 0,2%. Voor een gemiddeld loon gaat het over een opslag van 10 euro bruto per maand. En toen die marge was vastgelegd, was het de opdracht van de Raad van 10 de definitieve loonsverhoging voor de komende 2 jaar vast te leggen. De Raad van 10 bestaat uit 5 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties, van de Waals en de Vlaamse Socialistische en Christelijke Vakbond en van de overkoepelde Liberale Vakbond, dus samen 5. En 5 vertegenwoordigers van de werkgeverorganisaties, 2 vertegenwoordigers van het Verbond van Belgische Ondernemingen, iemand van de Vlaamse en iemand van de Franstalige Unie voor Zelfstandigen en iemand van de Boerenbond. En zoals u via de media hebt vernomen, die interprofessionele onderhandelingen zijn afgesprongen. De Raad van 10 kwam er niet uit. Er is dus geen loonakkoord. Is dat erg? Wat zijn daar nu de consequenties van? En wat is de basisreden waarom dit akkoord er niet is gekomen? Mark Leemans, nationaal voorzitter van de Christelijke Vakbond ACV, wijt de mislukking aan de aanpassing van de loonwet in 2017. Ik citeer, toen heeft de regering Michel de loonwet van 1996 volgestoken met schommelsoftware. Men heeft de thermometer gemanipuleerd zodanig dat de rekenmotor van de loonwet anders is beginnen meten. Is dat zo? Wat zijn nu de berekeningsmodaliteiten om die loonnorm vast te leggen en beantwoord de loonwet aan haar objectief? Waar hapert het en hoe kunnen die haperingen worden gecorrigeerd? Dat zijn het soort vragen waarop we na dit gesprek het antwoord zouden willen weten. We leggen die vragen voor aan Sem van de Kerkhoven en Gert Bijnens. Sem werkt als senior wetenschappelijk medewerker in de onderzoeksgroep Arbeid en Organisatie van het Hoger Instituut voor de Arbeid van de KU Leuven. Het soort onderzoeksthema's waarover hij zich in het verleden heeft gebogen waren kwaliteit van arbeid, de loonkloof tussen mannen en vrouwen, looncoördinatie en loonflexibiliteit, privatisering en liberalisering van openbare diensten, armoede en de monitoring van collectief onderhandelde lonen in Europa.
En op dit ogenblik werkt hij aan een doctoraat rond de loonvorming, waarin de effecten van conventionele loonstijgingen en de loonnorm wordt onderzocht. Hij is dus goed geplaatst om ons over dit thema in te lichten. En na zijn toelichting over de loonnorm geven we het woord aan Gert Wijnens. Gert verdedigde vorig jaar een doctoraal proefschrift over firm and labor market dynamics en hij werkt momenteel als econoom van de Nationale Bank van België. Sam en Gert, hartelijk welkom. Sam, kan je ons bij wijze van inleiding meer uitleg geven over die fameuze loonnorm? Oké, ik zal dat proberen te doen in elk geval. Ik heb ook een presentatie gemaakt. Ik neem aan dat de mensen dat kunnen volgen via de YouTube-kanaal. Oké. En de presentatie is getiteld De loonnorm sluitstuk of slotakkoord van het sociaal overleg in België. Dus daaraan zie je al onmiddellijk dat het een contentieus gebeuren is. Deze week in de pers, dit is hier het eerste bericht, ik denk maandag, de onderhandelingen over een nieuw loonakkoord compleet geblokkeerd, zegt Miranda Ulens van het ABVV. Maar we zijn nog niet aan 1 mei. Dus de regering had een aantal keer de deadline voor het akkoord vooruitgeschoven. In principe is het een akkoord voor de periode 2021-2022. Daarin zijn we al 4 maanden ver. In principe moet dat in januari klaar liggen. Dat is zelden het geval dat we daarmee op tijd zijn. Dus de regering heeft nu al een aantal keer uitstel gegeven en heeft altijd de mogelijkheid achter de hand om ook zelf een akkoord op te leggen. De ABVV, en u heeft er al op gealludeerd, die heeft kritiek op de imperatieve loonmarge die er sinds 2017 is gekomen. Die zeggen ook dat 0,4% niet de moeite waard is van het onderhandelen. En Sanderdaags, dinsdag, was dan het akkoord definitief afgesprongen. Zo gezegd definitief afgesprongen, want het is eigenlijk al een paar keer definitief afgesprongen. En dan zien we wel wat er uiteindelijk uit de bus komt. Er wordt ook op gewezen dat er wel al een akkoord is voor de welvaartsenveloppen. Dus er is een akkoord voor een 2%, minimaal 2% verhoging van de minimumuitkering voor zieken, gepensioneerden, werklozen. Dat was vroeger aan elkaar gekoppeld aan die IPA, centrale loononderhandelingen. Nu is dat losgekoppeld van elkaar en dit akkoord is er wel al. Dus eigenlijk hebben we al een half akkoord. Maar nu gaat het natuurlijk over de marktverdeling van de lonen. En dat is een heikler thema dan de verdeling van de pot aan middelen van de sociale zekerheid. Het risico op sociale onrust na mislukken van het loonoverleg moet denk ik ook, ik zal het verder in mijn bespreking minder aan bod laten komen, maar ik wil het in het begin in elk geval vermelden. Dat is uiteindelijk de druk die achter de regering staat. De regering moet aan de ene kant zorgen dat de wet gerespecteerd wordt. Er is een wet rond die loonnorm. Maar aan de andere kant moeten die ook onvoorziene omstandigheden proberen te voorzien. En dus wat we nu kunnen missen als kiespijn midden een epidemie of hopelijk aan het eind van een epidemie, dat is dat er eigenlijk verdere sociale onlusten zouden uitbreken. Er is al een staking geweest, maar dat eigenlijk algemeen verspreid zou geraken in de Belgische bedrijven en sectoren. Dus daar zijn ze op hun hoede voor. En daarom ook dat de regering nu eigenlijk wel al enkele maanden veel druk aan het steken is op de sociale partners om toch tot een akkoord te proberen te komen. En dat ze ook zelf wat munitie waarschijnlijk achter de hand houden om toch met een voorstel voor de dag te komen, moest alles afspringen. Er is eigenlijk geen andere keuze. Dit is al een bericht van in december en Mark Leemans, die, zoals u gezegd heeft, erop wijst dat de loonnorm te rigide is. Die wijziging in 2017 met een loonnorm die strikt bindend is, wordt als problematisch gezien. En ze zouden eigenlijk terug willen naar de wet van 96. De wet van 96, die op dat moment eigenlijk wel bekritiseerd werd door de vakbond, maar nu is er enige heim naar de wet toen. En de mogelijkheden die, of de flexibiliteit die wet toen nog bood. Als eerste slide in mijn exposé wil ik het loongebouw, de loonstructuur in België tonen. Wat dat u ziet is een huis met vele kamers. Het is een flatgebouw en zoals iedereen weet, als je daar onderaan aan duwt, beweegt er niet veel. Het is een rigide gebouw. Als je daar bovenaan op staat, dan waait het wat en dat gebouw gaat heen en weer. Dus er is toch een vorm van flexibiliteit binnen dat hele stelsel. Een stelsel dat niet uniek is, dat na de Tweede Wereldoorlog in Europa zeer gangbaar was, dat in België eigenlijk de tand des tijds overleefd heeft, dat nooit veel gewijzigd is geweest, dat is typisch voor ons land waarschijnlijk. In andere landen is dat voor een groot deel afgebroken, zijn er etages verdwenen of is het licht uitgegaan op bepaalde etages. Maar hier zien we dus die loonstructuur, die begint met een nationaal minimumloon. Daaronder
zijn die sociale minima. Maar dat ligt niet echt binnen de strikte loononderhandeling. Er is een indexeringsmechanisme. Zowel het nationaal minimumloon als het indexeringsmechanisme worden aanzien als een wet. Maar eigenlijk zijn dat sociale akkoorden tussen de sociale partners. Dat kan gebeuren dankzij de wet van 1968, de CAO-wet, die eigenlijk de vrijheid heeft aan de sociale partners om die loonvorming te voorzien. Waar dat bijvoorbeeld in andere landen de regering beslist over een minimumloon. Bij ons is dat eigenlijk de bevoegdheid van de sociale partners dankzij die wet van 68, die ook de paritaire comité's erkent. De paritaire comité's die CAO's afsluiten met de loonvoorwaarden voor verschillende beroepen, verschillende functies. En die dan sinds 1996 onderworpen zijn aan die loonnorm. Maar dus uiteindelijk, de beslissingsbevoegdheid die blijft bij de sectoren liggen. Die cao's hebben uiteindelijk kracht van wet, worden algemeen bindend verklaard door de minister en zijn dan ook van toepassing, niet alleen op de mensen die het akkoord gesloten hebben, maar op iedereen die binnen bevoegdheidsgebied van die sector, van dat paritair comité, valt. En daarbinnen verder zijn er anciëniteitsmechanismes, is er de mogelijkheid om op bedrijfsniveau een top-up te doen, nog een hoger akkoord te sluiten, dat altijd voordeliger moet zijn voor de werknemers. En ook individueel zijn er in theorie individuele loonsonderhandelingen mogelijk. In België, in vergelijking met andere landen, is die individuele marge beperkt. Het is moeilijk om dat te begroten, we hebben daar eigenlijk geen exacte cijfers over, maar dat weet je uit de vergelijking die we maken met experten in andere landen. En dan finaal is er het fiscale mechanisme die dan zorgt dat de verschillende individuele bruto lonen omgezet worden in meer of minder loonsongelijkheid netto. Oké, dus binnen Hans dat stelsel heeft de loonnorm een centrale positie gekregen. Dat komt niet uit het niets, daar zal ik het straks over hebben. Maar eerst wil ik even de formule nog bekijken. De formule die gebaseerd is op de loonkostenontwikkeling, het is waarschijnlijk klein ook voor de lezers, maar die gebaseerd is op de loonkostenontwikkeling bij de voornaamste handelspartners, Duitsland, Nederland en Frankrijk, de buurlanden. Luxemburg wordt daar niet bij genoemd. Daarvan wordt dan, zoals u gezegd heeft, de verwachte inflatie afgetrokken. Dan is er een correctiemechanisme om te corrigeren in theorie, zowel voor de historische loonhandicap, de absolute loonhandicap ten opzichte van het buitenland in de uurloonkosten voor 1996, en ook een correctie voor de divergentie die er zou zijn tussen België en die handelspartners in de tussenperiode. Die correctie kan ook positief zijn. Het kan ook zijn dat we eigenlijk een beperktere loonevolutie gehad hebben en dan in principe komt daar eigenlijk iets bij onze norm. Maar dan zou dat voor een deel gebruikt worden ook om de historische handicap te gaan afbetalen. En dus die correctie werkt niet 100% symmetrisch. Vervolgens is er ook nog een veiligheidsmechanisme van die bruto loonnorm die we dan hebben op basis van die eerste posten. Daarvan wordt nog eens 25% afgenomen met een minimum van 0,5%. En als we dus 0,9% bruto loonnorm hebben op basis van de eerste calculatie, daar 0,5% van afdoen, dan eindigen we met 0,4%. En dat is hetgeen dat de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven nu voorschrijft. Bon. Dus dat is het mechanisme waar we mee werken. Dat is het recente mechanisme sinds 2017. Die correctiemechanismes zijn nieuw sindsdien. De beraming van de loonnorm door het CRB is effectief sinds 1996 gedaan geweest in het technisch verslag om de 2 jaar, voorafgaand aan de onderhandelingsperiode. En die onderhandelingsperiode zal dan ook vervolgens de loonmarge en in de cao's de lonen voor de komende 2 jaar overeenkomen. Er gaat iets vooraf aan de wet van 1996, dat is de wet van 1989, die al aandacht had voor de concurrentiepositie van België. Dat was eigenlijk een voorziende wet die de mogelijkheid gaf aan de regering om te interveneren vanaf het moment dat er tekenen waren dat de concurrentiepositie van ons land in het gedrang kwam. Toen was de referentiegroep van handelspartners uitgebreider, dat waren 7 landen, ook Japan en het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, die zaten daar toen ook bij. En bijvoorbeeld de gezondheidsindex is een van die mechanismes die voortvloeien uit die mogelijkheid om als overheid te interveneren in de loonvorming. Een ander voorbeeld dat vandaag veel ter sprake komt, is aanpassing van de huurprijzen, aanpassing van de dividenden, waar dat de socialistische partij nu naar verwijst of naar streeft, of achter de hand houdt als het loonakkoord effectief zou afspringen. Dat staat allemaal in die wet van 1989. En in de wet van 1996 is dan het luik matiging van de lonen
uitgebreid geweest en is die loonnorm dan ingevoerd geweest. En zoals dat u kan zien in die grafiek, de loonnorm uiteindelijk is het lichtblauwe balkje, dus het geheel van iedere balk, is onderverdeeld in een deel indexering van de lonen, de donkerblauwe balk, indexering aan, volgens de gezondheidsindex, en een deel conventionele loonsverhoging. En wat dat u kunt zien in de grafiek is dat in de eerste periode in de jaren 90 die conventionele, die reële loonsverhoging, of beschikbare marge voor loonsverhoging, dat die ruimer is en dat die in de tweede helft van de grafiek beperkt is geweest. Wat is er ondertussen gebeurd? Er is een verschuiving geweest van een bruto loonnorm, een nominale loonnorm, naar een reële loonnorm. En dus dat was rond de economische crisis van 2008-2009. Op dat moment is eigenlijk beslist dat de indexering van de lonen gegarandeerd blijft en daarbovenop gaan we kijken naar welke marge dat de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven nog voorziet en dat komt er dan bij. Het resultaat daarvan is eigenlijk dat je die marge vrij beperkt kunt houden, want het belangrijkste voor de werknemers is die zekerheid dat er reëel niets verandert. En dat is ook de kern van het hele verhaal, is dat er in België globaal genomen in de bruto lonen niet veel bewogen is, niet veel veranderd is, de verspreiding is niet toegenomen. Er zijn andere zaken wel gebeurd tegelijkertijd. Dus die kentering hebben we gehad tijdens de economische crisis, de financiële crisis. Toen waren er ook loonnormen van 0% of twee cheques die uitbetaald werden. Dus die marge is serieus ingeperkt geweest. Wat u ook ziet in de grafiek is dat er een aantal momenten zijn, eigenlijk vrij veel, 5 momenten, waar dat de sociale onderhandelaars niet tot een akkoord zijn gekomen. Met andere woorden, het feit dat het akkoord ook nu afspringt, is niet iets nieuws. Dat hebben we al vaak meegemaakt. Zelfs het eerste IPA is er niet gekomen in 1997-1998. Tijdens de economische crisis, de recessie, is het akkoord ook opgelegd via een KB, vervolgens via een wet. De regering heeft altijd, dat stond in de norm van in de loonwet van 1996, heeft altijd de mogelijkheid, als het akkoord afspringt, om zelf een akkoord op te leggen. Dan wordt het bindend. Tot 2017... was er eigenlijk een indicatieve loonnorm. Het was een gentleman's agreement tussen de sociale partners. Als die tot een akkoord kwam, moest de regering het niet bindend verklaren. En dan natuurlijk berust het op de mate waarin dat de sociale partners hun sectoren en de vakbonden, de vakbondssecretarissen, onder controle kunnen houden om het akkoord te respecteren. Wat je ziet in die eerste periode, is dat de loonmarge groter is dan de effectief gerealiseerde loonstijging in de sectoren. Dat is het bolletje dat midden die groene balk te zien is. En dat is de gemiddelde conventionele loonstijging in de sectoren in België. Dus de marge is niet altijd volledig benut geweest. Vanaf het moment dat de marge sterk beperkt wordt, gaat men die marge proberen maximaal in te vullen. En dus het maximum wordt als een minimum beschouwd. En dat draagt verder bij tot de volledige blokkering, stabilisering, hoe je het ook wil noemen, van ons loongebouw. Dus hier heb je nog twee illustraties daarvan. Dus rechts staat de bruto loonongelijkheid in België. Het 10e percentiel van de loonverdeling ten opzichte van het 90e percentiel, het 20e ten opzichte van het 80e, een Gini-coëfficiënt, hoe je het ook meet. De loonverdeling in België is zeer gelijk, zeer stabiel op de lange termijn. Anders dan in andere landen. Kijken we naar het loonaandeel. Vaak wordt er ook gezegd van die marge moet groter zijn, want er zijn meer winsten, die moeten ook uitbetaald worden, anders zal het loonaandeel krimpen in België. Er is aan de ene kant een loonaandeel voor de gehele economie, maar als we kijken naar de sectoren, het is uiteindelijk in de sectoren dat loonaandeel beslist wordt. En dit zijn bruto cijfers van Eurostat, niet gecorrigeerd voor het aandeel van zelfstandigen. Maar daar zie je dat eigenlijk ook dat loonaandeel vrij stabiel is. Met andere woorden, de factorverdeling van de inkomens, de verdeling van de toegevoegde waarde tussen kapitaal en arbeid, in België is ook vrij gelijk. Een aantal sectoren niet te nagesproken, een primaire sector waarschijnlijk niet zo belangrijk, financiële sector waarschijnlijk iets belangrijker. Maar als er dan een effect zou zijn op het geaggregeerde loonaandeel in België, dan heeft dat te maken met het gewicht van de verschillende sectoren. Maar binnen de sectoren zelf, stabiliteit, dat is het verhaal. Zoals ik gezegd heb, de loonnorm wordt beperkt. Het maximum wordt als een minimum geïnterpreteerd. En het resultaat daarvan is dat we zien dat eigenlijk de sectoren naar elkaar convergeren qua loonevolutie. In de bouwsector wordt eigenlijk dezelfde loonstijging onderhandeld als in de schoonmaaksector, wordt dezelfde loonstijging onderhandeld als in de bewakingssector. Het is hetzelfde. En het is ook hetzelfde binnen de loonverdeling van die sectoren. Dus rechts zien we eigenlijk de evolutie van
de gemiddelde percentielen van alle sectoren in België. 10e percentiel tot 90e percentiel. Dat fluctueert met de conjunctuur, maar al die percentielen evolueren gelijk. De gemiddelde waardes van die percentielen evolueren gelijk. Rechts zien we dan sectorale loonconvergentie. Dat is de variantie, de variatie in de gemiddelde lonen van de sectoren. En wat we daar zien is dat die lijkt continu te blijven, maar gecontroleerd voor inflatie, de reële lonen, dat zijn prijzen van 2005 hier, zien we eigenlijk dat die variantie beperkt wordt. Dus de verschillende intersectorale verschillen in de lonen, die lijken zeker niet te groeien in elk geval. Oké. Bon, ik heb het gehad over de flexibiliteit van dat loongebouw. De typische kritiek op het Belgische systeem is dat er een neerwaartse loonrigiditeit is. Om te beginnen, neerwaartse nominale loonrigiditeit, dat is bijna een economische wet. Neerwaartse reële loonrigiditeit in België, dat is mechanisch, aangezien dat er indexering is in alle sectoren. Desalniettemin zien we dat er een koppeling is tussen de conjunctuur en de hoogte van de lonen. De conjunctuur hier weerspiegelt, gestileerd natuurlijk, door de werkloosheid U en de lonen die reageren op die werkloosheid. Als de werkloosheid hoog is, is er eigenlijk ruimte op de arbeidsmarkt, kunnen de lonen naar omlaag. Als de werkloosheid laag is, is er krapte op de arbeidsmarkt, dan zullen de lonen stijgen. Dat is ongeveer het verhaal. Dat is mogelijk. En waarom is dat mogelijk dat die werking daar is? Omdat de akkoorden niet onmiddellijk de conjunctuur volgen. Dus het is niet zo dat als er een dipje is, dat de lonen naar beneden gaan. Theoretisch kan dat met de indexering, maar a priori dalen de lonen niet. Maar wat we zien is dat meer en meer loonakkoorden uitgesteld worden. En hoe langer natuurlijk dat je die loonsverhoging kunt uitstellen, hoe meer krediet dat je jezelf geeft om ondertussen wat winst te maken en dus eigenlijk die loonkost relatief te gaan drukken. En dat zien we ook in het verhaal van de loonnorm. Dat is dan de rechtse grafiek. De loonnorm voor elke volgende 8 kwartaal wordt bepaald, maar eigenlijk maand na maand wordt daar iets van afgeknibbeld door de lonen op het sectorale niveau. En dan, niet in elke periode, wordt die volledige loonnorm gehaald, of toch niet in de sectorale loon. Dat kan eventueel in de loonmassa op het individuele niveau. Maar dus, gaandeweg wordt daar iets van afgeknibbeld. Nu, de timing daarvan is niet neutraal. Als je onmiddellijk je 0,4% eist, dan ga je meer hebben over de komende 8 kwartalen dan als je daarmee wacht tot het laatste kwartaal. Maar dus, wat je eigenlijk ziet, dat is ook weer iets dat bijdraagt tot die stabiliteit van onze loon en ons loongebouw, is dat de voornaamste driver daarvan, de voornaamste factor, dat is de loonindexering. 90% van onze loongroei, nominale loongroei, komt door die loonindexering. En in feite, die conventionele verhoging, dat is zeer beperkt geworden. Ook is het zo dat als er inflatie is ondertussen en de loon wordt niet onmiddellijk aangepast, heb je eigenlijk gedurende een aantal maanden, een aantal kwartaal loonverlies in reële termen. Dus daartegenover staat dan een zekere loonmarge die overblijft. En nu het slot van mijn verhaal. Is die loonnorm nu het sluitstuk of is dat het slotakkoord? Staat het hele gebouw op springen of op imploderen? Of is het juist stabiel dankzij die loonnormen? Er zijn argumenten in de twee richtingen. Aan de ene kant, ons systeem is een duidelijk systeem dat met drang naar samenhang. De loonnorm die staat eigenlijk in de ogen van de werkgevers in elk geval, tegenover de loonindexering. Dus er is een minimum dat gegarandeerd is, maar daartegenover staat dan ook dat de lonen niet sterker kunnen stijgen dan die loonnorm. Het resultaat daarvan is eigenlijk dat in België goedkope werknemers relatief duurder zijn dan in het buitenland, maar duurdere werknemers relatief goedkoper dan in het buitenland. En dat zou een probleem zijn, moesten die werknemers naar het buitenland trekken om daar een hoger loon te gaan halen. Maar in grote lijnen gebeurt dat niet. En dus heb je twee zaken die elkaar compenseren. Maar die arbeidsmarkt natuurlijk voor die lage lonen, dat blijft moeilijk, want die zijn eigenlijk relatief duur. Een andere reden voor de loonnorm is het feit dat we toegetreden zijn tot de Europese Monetaire Unie in 1999. En dat we dus eigenlijk de mogelijkheid tot monetair beleid grotendeels verloren zijn. We kunnen geen devaluatie doen van de Belgische frank om onze concurrentiepositie te verbeteren. Dus vandaar, als tegenhanger is er dus een loonnorm die dan ook die loonstijging wil beperken. Vervolgens is er sectorale divergentie. Er is een oorspronkelijke theorie, het Kalm-Forst-Driffel-model, die zegt dat eigenlijk het slechtste niveau om lonen te onderhandelen, dat sectorale niveau is. Want die sectoren houden rekening met de maximalisatie van de werknemers in die sectoren, maximalisatie van hun nut van hun loon.
houden geen rekening met bijvoorbeeld werkloosheid, met spillovers naar andere sectoren toe. En dus eigenlijk is het beter om te gaan decentraliseren. Dat is lange tijd de teneur geweest. Dus dat die sectoren uit elkaar groeien, en dat is ook wat je ziet in het buitenland. Bepaalde sectoren hebben weinig onderhandelingsmarge, hebben weinig productiviteitsstijging. En dat zijn sectoren waar dat lage loonsegment enorm groeit. Andere sectoren zijn internationaal competitief en daar stijgen de lonen dan weer wel. Wat wij in België eigenlijk hebben, is een mechanisme om die twee naar elkaar toe te gaan groeien. En zeker de interpretatie van de loonnorm, van het maximum als de minimum, draagt daartoe bij dat eigenlijk ook die sectoren met beperkte productiviteitsevoluties toch dezelfde cao's zullen sluiten en de conventionele loonverhoging zullen overeenkomen. Ondanks het feit dat die productiviteit er niet aan vooraf gaat. Wat ze kunnen doen, is vervolgens hun prijzen verhogen. En alleen als de vraag, neem nu bijvoorbeeld in de schoonmaak, mensen beginnen niet sneller te kuisen. Als de vraag naar schoonmaakdiensten stabiel blijft, en ze kunnen dat doordrukken in de prijzen, is er in principe niet echt een probleem dat dat duurder wordt. Maar je moet het wel overeenkomen voor de hele sector. Als één bedrijf dat doet en een ander doet het niet, dan heb je undercutting en dan eindig je toch met een lage loonsegment. Dus in België kunnen we via dat systeem eigenlijk wel voorkomen dat zo'n lage loonsegment groeit. Wat je gezien hebt bijvoorbeeld in Duitsland sinds 2005, waar er een enorme flexibilisering was van de arbeidsmarkt, is dat dat lage loonsegment uitgebreid is geweest. De Duitse economie heeft goed geboerd, op alle vlakken eigenlijk. Maar het resultaat is wel dat de armoede geweldig gestegen is. En het resultaat is ook dat er als reactie daarop in 2014 een minimumloon is ingevoerd geweest in Duitsland, wat ze niet hadden, en een vrij hoog minimumloon dat op miljoen en miljoen werknemers betrekking had. Dus daaraan zie je dat in België is er eigenlijk al een soort van voorzienheid om die twee dingen naar elkaar toe te laten groeien. Maar er zijn ook paradoxen in dat loonakkoord, in die loonnorm. Ten eerste is de bedoeling om loonkosten te matigen. Maar uiteindelijk, en dat zien we dan rechts in het gebouw, heeft die loonnorm alleen maar een afdwingbaar resultaat op de sectorale akkoorden. Want het sectorale akkoord moet Fatwaso passeren, het ministerie van Arbeid, wordt daar gecontroleerd of dat conform is met de loonnorm. Maar vervolgens kan eigenlijk op bedrijfsniveau ongeveer alles gebeuren. Het mag niet, het kan gesanctioneerd worden als de loonmassa sterker zou stijgen dan de loonnorm, maar dat gebeurt niet. Ook dat is typisch Belgisch. Bovendien zijn er zeer veel mechanismes om toch een loonsverhoging te geven, ook zelfs sectoraal, als je bijvoorbeeld CAO 90 gebruikt. Dus we hebben een mechanisme dat bedoeld is om de loonnormen te matigen, maar wat uiteindelijk alleen maar het basisbruto loon gaat matigen, hetgeen dat we gezien hebben in de eerste grafiek, en wat dat daarbuiten gebeurt, eigenlijk hebben we daar niet echt een zicht op. De loonongelijkheid die buiten dat basisloon gegenereerd wordt, en ook welk effect dat heeft op onze concurrentiehandicap, ook daar hebben we niet echt een zicht op. Dus het is een maximale marge in hoofde van de werkgevers, het is een minimale marge in hoofde van de werknemers. Het resultaat is dus dat de loonnorm uiteindelijk overzet wordt in alle verschillende sectorale akkoorden, quasi exact. Vaak gaat het ook over zeer kleine bedragen, dus dan willen ze daar niet verder over onderhandelen. Een nadeel is dat de dynamiek uit sociaal overleg haalt. Als er noodzaak is om de lonen, marktconforme lonen, conventioneel, sectoraal overeen te komen voor alle werknemers. Bijvoorbeeld neem nu bij de koerierdiensten een nieuwe sector of een nieuw segment van een sector. Ja, die dynamiek is er niet echt in het sociaal overleg om nieuwe baremas te creëren of ook om baremas te verhogen, baremas te verlagen, die schalen te gaan herzien. Waarom? Men kopieert gewoon die beperkte marge die er is. Ten slotte is er een pegging, dus linken we onze lonen aan de loonevolutie of de loonkostevolutie bij de handelspartners, slechts 3. In het rapport van de CRB zal je zien dat heel die berekening vrij aan de ene kant complex is en aan de andere kant ook gevoelig is voor bepaalde keuzes die gemaakt worden. Het gewicht dat je geeft aan de verschillende sectoren bepaalt of dat we een positieve of een negatieve loonkosthandicap hebben ten opzichte van het buitenland. Wat we uiteindelijk doen, is we schieten met een kanon op een mug. We hebben one size fits all, een loonnorm. En de enige manier waarop we in België de loonkostevolutie van het buitenland kunnen weerspiegelen, is wanneer iedereen dezelfde loonsverhoging krijgt. Dat is een vrij eigenaardige redenering eigenlijk, want in het buitenland is dat natuurlijk niet zo.
dat dat gemiddelde door iedereen gerespecteerd wordt. Er zijn bedrijven die meer betalen, er zijn sectoren die meer betalen of minder betalen. Er zijn landen waarin dat meer gaat. Bij ons heeft Duitsland een zeer groot gewicht, maar ik heb net verteld wat dat daar voor een deel achter schuilt. Het is Duitsland geweest die ervoor gezorgd heeft dat we eigenlijk zogezegd altijd die handicap bleven behouden. Dus wat dat we eigenlijk doen, is we maken abstractie van al die variatie die er is tussen landen, tussen sectoren, tussen bedrijven en tussen werknemers binnen die bedrijven. En dan zeggen we one size fits all, dat is onze maximale norm. We sluiten eigenlijk uit dat er mensen zijn die bovengemiddeld betaald worden of ondergemiddeld betaald worden of ondergemiddelde stijging krijgen. En het laatste dat ik wil zeggen in het kader hiervan, is de relatie tussen de welvaartsenveloppen waarvoor dat die 2% verhoging, minimaal 2% verhoging overeengekomen is geweest, en het nationaal minimumloon. Nationaal minimumloon dat sinds 2008 niet gestegen is in België. We slaan daar Europese zien eigenlijk een vrij mal figuur. We hebben ook geen echte procedures om ervoor te zorgen dat dat goed onderzocht wordt en goed onderbouwd wordt en periodiek herzien wordt. Dus dat is eigenlijk al meer dan 12 jaar dat we aan het wachten zijn op eventuele verhoging van dat nationaal minimumloon, dat op niet zoveel werknemers betrekking heeft, 3%. Dus in principe is daar wel iets mogelijk. En ik denk ook dat daar iets mogelijk is, omdat aan de ene kant aan die sociale gevoelens van de werknemers die het meest geleden hebben, we weten dat de coronacrisis de ongelijkheden vergroot heeft, om aan die gevoelens tegemoet te komen. Ik denk dat daar zeker een imperatief is om daar iets rond te doen. En daar is al vaak op gealludeerd ook geweest. Ten tweede, omdat er een weg is tussen uw minimumloon en de uitkering, die moet behouden worden. Want anders groeit de werkloosheidsval en wordt eigenlijk werkloosheid bijvoorbeeld interessanter dan gaan werken. Dus we moeten ook zorgen dat werken loont. Dus die twee zijn in feite toch intrinsiek aan elkaar verbonden. Vervolgens is het ook zo dat de lonen moeten stijgen, de bruto lonen moeten stijgen, om vervolgens sociale bijdragen op de lonen te kunnen heffen, die dan zullen zorgen voor de financiering van je sociale zekerheid, om eigenlijk dat fundament van je gebouw overeind te houden. Dus is het een systeem die loonnorm die ons systeem samen, die het loonoverleg samenhoudt? Of is het, zoals dat de kranten doen uitschijnen, iets dat op imploderen staat en dat misschien dat gebouw helemaal aan het wankelen is nu? Ik hou de vraag nog even open, ik wacht ook op de reactie. Over het concurrentieverhaal zelf kan ik eigenlijk minder vertellen. Hè. Dus dat is interessant om te horen in welke mate dat eigenlijk onze loon daar een effect op hebben. Vergeet ook niet dat de loonnorm in 1996 gesloten is geweest. In de tijd dat al de techbedrijven waar we vandaag over spreken nog niet bestonden, dat Apple een aandeel van Apple was 20 cent, dat is ondertussen het 100-voud geworden. Dus wij hebben gefocust op die loonmatiging. Misschien zijn er een aantal andere aspecten van het concurrentieverhaal, qua innovatie, qua productiviteit, die we en cours de route vergeten te beklemtonen zijn. Dank je wel. Ja, Gert. Dank je wel, Sam. Het is zeer interessant. Ik eventjes beginnen met een kleine technische aankondiging. Ik heb een aantal voor- en nadelen van de loonnorm bespreken van een economisch standpunt. En ik moet eraan toevoegen dat dat niet noodzakelijkerwijs overeen moet komen met het officiële standpunt van de Nationale Bank. Ja. Dus ik spreek hier in persoonlijke titel, en voor de officiële opinies zijn er uiteraard andere mensen die daar voorin staan. Dus u heeft het daar juist eigenlijk al aangeraakt. De achtergrond van een loonnorm is, onze bedrijven moeten competitief blijven. Hoe hoger de kosten zijn en hoe hoger de lonen, hoe duurder we worden, hoe meer concurrentie uit het buitenland en hoe minder jobs er in België dan zijn. Een eerste bemerking natuurlijk is dat er al meer kosten zijn dan enkel de lonen. Dat wordt vaak al vergeten. In het verleden heb ik wel al eens termen horen vallen als een energienorm, mm-hmm. waar sommige mensen pleiten, ja, de energieprijzen mogen niet sneller stijgen als in het buitenland, want voor sommige bedrijven is dat ook een belangrijke inputkost. Ik heb het woord kapitaalnorm ook al horen vallen, waar sommige mensen zeggen dat de verloning van het kapitaal niet sneller mag stijgen dan bijvoorbeeld de verloning van kapitaal in een buitenland. En het is een beetje ook op dat laatste, denk ik, waar Conor Rousseau dan nu op inpikt. Die zegt, ja, maar als we kijken naar de lonen, er zijn ook nog een aantal andere zaken die competitiviteit van onze bedrijven
beïnvloeden. Misschien dat hij meer keek naar een billijkheid aspect van, maar alleszins, economisch gezien, zijn er langs de lonen nog een heel aantal andere kosten waar we ook op zouden moeten letten als we de competitiviteit willen beschermen. In de eerste plaats wordt er natuurlijk gezegd, en is door Sam ook al aangehaald, de lonen zouden de arbeidsproductiviteit moeten volgen. Dus hoe productiever we kunnen zijn, hoe slimmer we eigenlijk zijn om iets te creëren, hoe meer ruimte er is om hogere lonen aan de mensen te geven. De laatste jaren is hier toch ook enige nuance in gekomen dat de causaliteit niet enkel naar één kant gaat. Dus we hebben hogere productiviteit leidt tot hogere lonen, maar er is ook een stukje wat meer recentere inzichten zijn die zeggen, ja, maar hogere lonen leiden ook tot hogere productiviteit. En daar kan dus het feit dat je hogere lonen moet betalen, gaat een bedrijf aanzetten om meer te investeren in productiviteit, waardoor je eigenlijk een zekere wisselwerking krijgt. Dus de twee zouden tezamen moeten gaan. En in dat aspect, om bedrijven ook een zekere push te geven, om die lonen toch mee te laten stijgen. Want op het eind van een dag hebben we niet enkel jobs nodig, maar hebben we ook goede jobs nodig. Het voorbeeld was daar ook aangehaald. In Duitsland is de kritiek, of het nu al dan niet waar is, is mijn domein ook niet, maar dat er zijn enerzijds wel heel veel jobs gecreëerd, maar anderzijds zijn dat nu eigenlijk wel de jobs die we willen hebben in onze huidige samenleving. Dus hier kan een soort van collectieve loononderhandeling bij helpen. Want we zien de dag van vandaag grote problemen wat economen marktmacht noemen. Dus bedrijven worden altijd maar groter en krijgen een sterkere positie. Dat fenomeen speelt zich voornamelijk af in het buitenland, hè, waar we kijken dan naar de reuzen à la Apple, Amazon, die zo machtig geworden zijn, of in Amerika Walmart, zo'n mastodonte, die eigenlijk lonen opleggen aan de werknemers. Dus van dat opzicht is een collectieve onderhandeling een goed punt om een beetje tegengewicht te geven aan bedrijven die te machtig zouden worden. Het feit van die collectieve onderhandelingen te hebben, wil ook zeggen dat minder productieve bedrijven toch dezelfde lonen moeten betalen als de zeer productieve bedrijven. En die krijgen daardoor ook een incentive, om het zo te zeggen, om toch proberen productiever te worden. Want ja, ze moeten die lonen natuurlijk wel betalen. Dus eigenlijk het verhaal is hier, de lonen moeten de arbeidsproductiviteit volgen. Klopt volledig. Maar langs de andere kant moet er ook een zekere push zijn om de productiviteit ook te verhogen. Dus dat is eigenlijk een voordeel van collectieve onderhandelingen. Hè? Dat die eigenlijk bedrijven ertoe gaat aanzetten om die productiviteit te verhogen. Langs de andere kant, en dan zijn we dat ook al aangehaald, is er van de Belgische loonnorm die uiteraard die one size fits all. En als we nu eens gaan kijken, uiteraard zijn er tussen bedrijven, tussen sectoren en bij ook niet te vergeten tussen regio's, grote productiviteitsverschillen en grote prijsverschillen ook. De index is er, maar de cost of living in België kan toch wel wat verschillen tussen verschillende plaatsen. Dus er zijn sectorale verschillen en grote verschillen waar er geen aandacht aan geschonken wordt. Dan om als we kijken wat er op ons afkomt. We hebben enerzijds nu de nasleep van de coronacrisis. We hebben het klimaatprobleem, wat de komende decennia zal moeten opgelost worden. We hebben de vergrijzing, die ergens ook een zeer grote kost of een stijgende kost gaat worden, die we moeten opvangen. En daarvoor hebben we, hoe je het ook draait of keert, productiviteitsstijgingen nodig. We gaan er niet enkel komen met meer mensen aan het werk te zetten. Er zal op een of andere manier, zullen die mensen wat werken, ook productiever moeten worden. En wat belangrijk is in productiviteitsstijging, is niet enkel innovatie, dat een individueel bedrijf slimmer wordt, maar ook wat economen reallocatie noemen.
We moeten de juiste middelen, de middelen moeten vlot van de minder productieve bedrijven en sectoren kunnen gaan naar de meest productieve bedrijven en sectoren. Dus als er een interessante start-up is die geweldig goed is, ja, dan is, die heel productief is, is het belangrijk dat de middelen die nu zitten bij een beetje een vastgeroetst, ingeslapen bedrijf, dat die vlot naar die jonge, innovatieve, snelgroeiende bedrijven kunnen gaan. En om die relocatie te bevorderen, ja, zijn er ook zeker prikkels voor nodig. Want waarom zou een werknemer nu gaan veranderen als die toch maar hetzelfde gaat verdienen? Ja, dus daar... En dat zien we in België, dat die mobiliteit tussen jobs zeer laag is. Ja, dus de Belgische jobmobiliteit is zeer laag. Vaak wordt er verwezen in... Als het gaat over collectieve onderhandelingen, waar het zeer goed gaat, collectieve onderhandelingen, worden naar de Scandinavische landen verwezen, waar de vakbonden ook zeer sterk staan, waar er ook zeer, hoe ik begrijp is het dan meer op sectorniveau, hè, dus waar de loononderhandelingen op sectorniveau gebeuren. Maar wat men daar nooit bij vertelt, is dat die Scandinavische landen de jobmobiliteit veel groter is. Hè, dus dat is... Ik denk dat het percentage van mensen in de Scandinavische landen die meer dan 5 jaar voor eenzelfde bedrijf werken, is bijzonder laag, is minder dan de helft. Als we dan kijken naar België, het overgrote deel van de bevolking blijft zeer lang bij dezelfde firma werken. Dus we hebben een beetje de combinatie van en die one size fits all, samen met een lage jobmobiliteit. Hoe komt dat nu? Dus, en waar... in de loonnorm en heel de discussie vrij weinig aandacht in zit, is om die loonmobiliteit te bevorderen. Als we zien, lonen zijn ook vaak gelinkt aan anciëniteit binnen eenzelfde bedrijf. Dus als iemand van een bedrijf verandert, kan dat gepaard gaan met een stukje loonverlies. Bijvoorbeeld het ontslagrecht is ook gelieerd aan anciëniteit. Er zijn een heel aantal sociale voordelen bij firma's die gelieerd zijn aan anciëniteit. Een stukje zal ook wel cultureel zijn, omdat een Belg misschien cultureel minder wilt verhuizen als inwoners van andere landen. Maar er is ook het feit dat in België minder start-ups zijn, dus er zijn minder nieuwe bedrijven, dus zijn er ook natuurlijk minder opportuniteiten die ertoe zouden kunnen leiden dat mensen van job veranderen. Dus heel die problematiek rond de jobmobiliteit, daar jammer genoeg, misschien is het onderdeel van de onderhandelingen, maar er komt toch vrij weinig van naar buiten. Het gaat steeds over die loonnorm, over hoe de lonen moeten stijgen, maar er wordt zelden aan toegevoegd dat er ook nog heel een aantal andere zaken heel belangrijk zijn voor een goed functionerende arbeidsmarkt. Een andere bedenking, dus los van het feit dat we relocatie en dus jobmobiliteit nodig hebben en dat een zekere divergentie tussen lonen dat kan bevorderen, samen met een heel aantal andere dingen, is, en Sam heeft het ook al aangehaald, de goedkopere jobs in België zijn relatief duurder dan op andere plaatsen. En als we dan kijken in heel die discussie, dit sociaal overleg, is er toch ook weinig aandacht naar de niet-werkende. Het gaat hier eigenlijk over de mensen die werken. Een eerste bedenking is dan, België heeft relatief hoge armoedecijfers. Hè? Maar die armoedecijfers bevinden zich vooral bij de mensen die niet werken. Dus als armoedebestrijding een doel moet zijn van hoge lonen, dan ligt het voornamelijk in die inactieve mensen die momenteel geen job hebben, om die naar de arbeidsmarkt te brengen. Ook als we kijken naar opleiding, ik heb het nu recent nog nagekeken, bijna 10% van de jongeren in België behaalt geen diploma secundair onderwijs. Iedereen ziet dat zo. De dag van vandaag zijn er al zeer weinig opportuniteiten voor laaggeschoolden. Ik vermoed dat het in de toekomst zich niet op gaat verbeteren. Dus we hebben 10% van de jongeren die
nauwelijks geschoold zijn, ook daar is de vraag hoe past over die discussie over hoe die de lonen moeten stijgen, zie ik ook weinig aandacht gaan naar hoe krijgen we bepaalde delen van de samenleving toch op die arbeidsmarkt. Ja, dus om een misschien lang verhaal kort te maken, is enerzijds collectieve onderhandelingen zijn goed. Hè. Waarschijnlijk zouden ze wat meer gedecentraliseerd moeten worden om van die one size fits all af te geraken. En om toch meer prikkels te geven om die jobmobiliteit en die reallocatie in de Belgische arbeidsmarkt toch te bevorderen. Dank u wel. Sam, ik kan mij voorstellen dat je daar graag zou willen op reageren. Absoluut, absoluut. Voor een groot deel ben ik het eigenlijk volledig eens met het discours. De erkenning van het belang van sociaal overleg, maar aan de andere kant ook, en denk uw achtergrond als econoom, als het gaat over jobdynamiek en als het gaat over bedrijfsdynamiek, klinkt door en dat is duidelijk waar we nood aan hebben in België. De instrumenten daarvoor, daar ben ik misschien iets minder over eens. En eerst en vooral zou ik wel waarschuwen voor het feit dat ieder probleem dat we in België zien, zouden we kunnen correleren met ons sociaal overlegsysteem, omdat ons sociaal overlegsysteem uniek is in de wereld. Dus we kunnen zeggen, we hebben een probleem met opleiding, het ligt aan het sociaal overleg. We hebben een probleem met bedrijfsdynamiek, het ligt aan het sociaal overleg. Mm-hmm. Simpelweg omdat er geen ander land is die zo'n loongebouw heeft dat overeind is gebleven doorheen de tijd. In het buitenland zijn er ook landen met problemen op vlak van opleiding, zijn er ook landen met problemen op vlak van mobiliteit van werknemers. Als dat überhaupt als een probleem gezien wordt. Maar dus ik denk zeker dat een goed functionerende arbeidsmarkt, waarin dat mensen mobiel zijn, zou moeten leiden tot betere prijszetting van dus de lonen van de werknemers. Dan kun je eigenlijk ook het probleem gaan tegengaan van die giganten die een bepaalde marktmacht hebben op de arbeidsmarkt om de loon eigenlijk onder evenwicht te drukken. Daar is op gewezen. Ik denk dat dat klopt. Wat we dus nodig hebben is een normaal functionerende markt. En dus, die loonnorm, denk ik, is daar niet mee in lijn. Die loonnorm is te strikt. Ik volg de kritiek van het ACV. Maar is ook niet nutteloos. Daarom had ik in mijn besluit geschreven dat die drang naar samenhang er ook wel nog degelijk is. Er is vaak gehamerd geweest op het belang van decentralisering. De vraag is hoe ver dat gedecentraliseerd. Ga je decentraliseren naar het sectorale niveau? Dat is dus eigenlijk nu de vraag, denk ik. In welke mate is er marge voor de sectoren? Er is ook een loonnorm geweest in 2001, 2002 die eigenlijk een vork gaf. Dat lijkt mij al veel realistischer. Dat bepaalde sectoren of bepaalde bedrijven afhankelijk van de onderhandeling of afhankelijk van economische prestaties meer of minder kunnen onderhandelen. Ja. Maar dan ga je decentraliseren naar het sectorale niveau. Er wordt ook soms gelobbyd om te decentraliseren naar het bedrijfsniveau of te individualiseren. Daar is een heel sterke beweging richting individualisering van de loon. En dan denk ik stuit je op een heel aantal andere problemen die net gezegd geweest zijn. Dus dat individuele werknemers niet die mogelijkheid hebben om te onderhandelen tegen sterke en enige aanbieders van een job. Dus je moet ergens een tussenniveau zoeken. En zoals ik eerst gezegd had, 30 jaar geleden werd het sectorale niveau als het slechtst mogelijke niveau gezien. Stilaan is eigenlijk duidelijk dat het toch beter is om richting een centraler niveau te gaan, maar misschien niet all the way, niet naar een one-size-fits-all loonnorm die we nu hebben, maar toch macht geven aan de sectoren met een zekere coördinatie. En dus er wordt gezegd dat in Scandinavië er veel meer flexibiliteit is op dat vlak, dat de sectoren zelf ook meer mogelijkheden hebben. Ook daar is er een vorm van coördinatie, dus we noemen dat pattern bargaining. Er is een sterke sector die begint met een loonakkoord te sluiten en vervolgens wordt dat eigenlijk gekopieerd door veel andere sectoren. Uiteindelijk kom je grosso modo op een gelijkaardig mechanisme uit als dat wij hebben. In België zijn eigenlijk vooral de werkgevers nogal beducht voor dat soort van formules. Hè. Of dat het nu pattern bargaining is, of het zijn vrije onderhandelingen op bedrijfsniveau, waar dat dan sterke bedrijven eerst de toon zullen zetten en vervolgens andere bedrijven een beetje gaan agiteren. Dat is iets dat ze in België willen vermijden. Ze willen zeker ook vermijden dat in die sterke bedrijven, de chemie die 24 uur per dag draait, dat daar eigenlijk onlusten zouden uitbreken, want dat is een groot probleem. Dus in België is alles meer gericht op
stabiliseren van het hele verhaal. Men is tevreden met de koppeling aan de index. Maar dat leidt er inderdaad ook wel toe dat er soms wat gebrek aan mobiliteit is of soms wat gebrek aan ambitie, laten we het dan zo noemen. Ik denk als je spreekt over de onderkant van het loongebouw, dus het feit dat laagbetaalde werknemers nog relatief duur zijn ten opzichte van het buitenland, daar wil ik iets apart over zeggen, want ten eerste moet je die mensen ook motiveren om te studeren. En dus eigenlijk in België zijn onze toetredingsvoorwaarden voor de arbeidsmarkt vrij hoog. Je moet redelijk productief zijn. Maar daartegenover staat dan ook dat de minimumloon in de sectoren in elk geval, niet nationaal, maar in de sectoren, ook vrij hoog zijn. Dus het is de moeite waard. We moeten dat verhaal eigenlijk eerst kunnen vertalen naar het onderwijs. We moeten kunnen zeggen, effectief wil je in België een job hebben en houden, dan moet je ambitieus zijn op vlak van je vorming en die studies ernstig nemen, proberen door te trekken. Het moet natuurlijk ook gedemocratiseerd worden. Ik denk dat er in bepaalde regio's wel grotere problemen zijn. Maar een tweede aspect bij die lage loon is dus uw armoedeproblematiek. En het is niet zo dat omdat je zegt, kijk, we gaan de loon verlagen, dan hebben de mensen toch tenminste een job. En op die manier, een job is de eerste bescherming tegen armoede, dat uw probleem opgelost is. En nu komt er een iets wat complexe redenering. Maar wat je ziet in de Scandinavische landen, die vaak als voorbeeld gegeven worden, is dat ze eigenlijk op vlak van redistributie ingrijpender zijn dan wat wij doen. En wat is redistributie? Redistributie is eigenlijk van de hoge loon daar lasten op heffen, op nog hogere schalen. En dat ga je herverdelen naar de lagere loon in minder productieve sectoren. En als u dus net zegt dat je eigenlijk ambieert dat een productieve sector zijn gang kan gaan, dat de mensen stemmen met de voeten en proberen de weg te zoeken richting jobs die lucratief kunnen zijn in sectoren die goed boeren, dan ga je dat eigenlijk tegengaan met zo'n systeem waarin dat je inzet op redistributie. Wat dat dan sociaal overleg doet, is predistributie. De lonen worden eigenlijk al verdeeld tijdens die onderhandelingen. En daar gaan de lage lonen dus mee profiteren van de sectorale winsten. En ga je dus eigenlijk in een productieve sector ook laagbetaalde werknemers gaan aantrekken. Dus het is niet zo simpel als zeggen van kijk, lage loon moet lager om eigenlijk de mensen uit de armoede te halen. Dat is een redenering die vaak gemaakt wordt. Ook een interpretatie van de laatste akkoorden was dat België erin geslaagd is om met een vrij beperkte groei van ons BBP dat toch om te zetten in relatief veel jobs. We noemen dat de low-road-strategie. Dan kies je er eigenlijk voor om laagbetaalde werknemers toch maar iets van een job te geven. Het is natuurlijk ook wel belangrijk om veel redenen dat mensen jobs hebben. Maar die low-road-strategie gaat ons misschien niet echt veel verder brengen. Dus we moeten echt dat verhaal over reallocatie of allocatie van werknemers, zowel als het verhaal van innovatie en vorming, dat moet allemaal tezamen ter sprake komen. Het is ook zo dat IPA-akkoorden vaak wel meerdere facetten bestrijken. Dat gaat niet alleen over de loonnorm. Daar wordt ook gesproken over vorming, daar wordt ook gesproken over innovatie, over voorbereid zijn op platformeconomie, noem maar op. Dat staat erin. Ook de loonkloof bijvoorbeeld is een belangrijk element van die akkoorden. Maar natuurlijk door het feit dat alles zo sterk gepolitiseerd wordt, ja, dreigt het hele overleg een beetje langs de kant geschoven te worden. En ga je ook die andere kansen, die eigenlijk de vrijheid van het onderhandelen in België biedt, niet gaan benutten. En dus, het is een beetje een oproep, eigenlijk zou het sociaal overleg ook over veel andere zaken moeten gaan. Bijvoorbeeld de burn-out, dat staat in het laatste IPA dat gesloten is geweest. Maar wat is er uiteindelijk gebeurd daar rond? Zeer weinig. Bijvoorbeeld, kijk naar het generatiepact begin jaren 2000. Dat was eigenlijk het idee om ons voor te bereiden op de toekomst, om te investeren in vorming. Er is geen monitoring geweest van de investeringsinspanning die gebeurd zijn. Dus, en dat is het probleem in onze cultuur. En daar zou ik liever iets meer leren uit de praktijk in Scandinavië, waarin dat bij elke wet, maar we zouden ook kunnen zeggen bij elke CAO die gesloten wordt, er ook tegelijkertijd beslist wordt over hoe gaan we nu erover waken dat die beslissingen uiteindelijk uitgevoerd worden. Ook hoe gaan we erover waken dat die kwalitatief uitgevoerd worden. Wat is de tevredenheid, zowel van de werknemers als van de werkgevers, over de besluiten die we gemaakt hebben? Heeft dat ons eigenlijk samen verder gebracht? Dus ik zou zeggen, het is iets complexer, iets genuanceerder, subtieler dan decentralisering van het sociaal overleg. Maar ik wil u niet verwijten dat je het zo hebt willen zeggen. Maar dat zijn zaken, laten we nu niet beginnen over anciëniteit, maar eigenlijk ook daar kun je een gelijkaardige betoog gaan houden. Waar ik mezelf vragen over stel, is eigenlijk de rol die Europa hier speelt. Dus die loonnorm is geviseerd op de buurlanden, Nederland, Duitsland, Frankrijk.
Maar natuurlijk, Europa is groter. We hebben ook landen zoals Polen, waar de lonen waarschijnlijk veel lager zijn. Hoe zien jullie die evolutie? We zien over een heel aantal politieke domeinen dat het zwaartepunt van de beslissingen meer en meer naar de Europese kant gaat. Neem nu bijvoorbeeld over migratiebeleid. Dat is eigenlijk helemaal geschoven naar een Europese politiek. Zien jullie die evolutie ook wat betreft de arbeidsregulering, de lonen? En hoe zit dat dan eigenlijk met de concurrentiële landen die buiten die directe buurlanden zijn? Dat was een vraag die ik mezelf stelde. Als je wel voorgaan. De eerste bemerking is natuurlijk, het klopt dat in de meeste Europese landen de loonkosten een stuk lager ligt als in België. Maar je moet ook aan toevoegen dat de productiviteit in België natuurlijk ook een stuk hoger ligt. Dus daar is hetzelfde verhaal. Ook naarmate dat sommige landen productiever zullen worden, zullen daar de lonen ook dichter en dichter gaan aansluiten bij onze lonen. Als dat al een antwoord is, dus hier zelfs zonder dat ik daar concrete cijfers van heb, vermoed ik wel dat die kloof tussen de Oost-Europese landen en de centrale landen van de Europese Unie, dat die kloof wel stilletjes aan gedicht is geweest en in de toekomst verder wel zal gedicht worden. Ja. Maar dus het zwaartepunt van de onderhandeling is Belgisch. Wat gebeurt er op Europees vlak? Beweegt daar ook iets? Ja, eigenlijk wel. In principe is de loonvorming zeker niet de bevoegdheid van het Europese niveau. Dus dat is een competentie van de lidstaten. En onze sociale partners die hameren daar heel sterk op. Ja. Maar ook in het buitenland wordt dat bekeken als hun eigen domein. Voor een deel ook omdat de pogingen die gedaan worden om daar toch iets over te zeggen, ook er vaak op neerkomen dat de autonomie van de sociale partners aangetast wordt. Dus ik heb gezegd, de wet van 68 die geeft eigenlijk de bevoegdheid uit handen aan de sociale partners om via cao's op sectoraal niveau algemeen bindende lonen overeen te komen. Dat in het buitenland bestaat dat niet altijd, zelfs eerder zelden. En dus in de mate dat Europa probeert daar toch op te gaan wegen, en ze doen dat op een aantal manieren, wordt dat bezien als een bedreiging voor die autonomie van de sociale partners. Nu is het zo dat de Europese Unie wel degelijk probeert daar werk van te maken. En gaandeweg eigenlijk, de Europese Unie is natuurlijk in de eerste plaats een handelsunie, maar ook een politieke unie. En waarvoor dat belangrijk is dat de verschillende uithoeken, de verschillende regio's voelen dat ze meegetrokken worden in een nominale convergentie van de Europese economie. Dat wil zeggen dat we naar hetzelfde welvaartsniveau gaan. Dat is ook belangrijk voor de monetaire unie. Nu, dat gebeurt niet. Dat is niet echt een succesverhaal. Dus het is wel zo natuurlijk dat er bewegingen zijn van werknemers uit de Balkan die in België, in Zweden, in Duitsland willen gaan werken om een hoger loon te gaan genieten. En dan aan de andere kant zorgt dat dan voor krapte op de lokale arbeidsmarkt die in principe zou moeten zorgen voor loonstijging. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar sociaal overleg in Oost-Europa, dat is bijna niet bestaande. Dus, en daar zie je eigenlijk de handicap die voor een deel verhindert dat er convergentie is in Europa. En dus de Europese Unie probeert verschillende zaken. Ten eerste gaat het over discriminatie tussen man en vrouw bijvoorbeeld. En dat wordt dan eigenlijk verder verlengd naar loontransparantie. Weten hoeveel dat je zult verdienen. Daar komt er een richtlijn rond. Dat zal waarschijnlijk wel lukken. En dat is ook voor ons eigenlijk redelijk interessant. Dus niet iedereen weet hoeveel dat ze verdienen. We hebben het er net gehad over de ambities van mensen en individuele onderhandelingen. Ik heb ooit een statistiek gehoord dat slechts 1 op 4 werknemers ooit onderhandeld heeft over zijn eigen loon. Ik zat toen in een radio-uitzending en er waren dan ook mensen die reageerden, bedrijfsleiders die zeiden, de eerste die hier vraagt voor loonopslag, die wijzen onmiddellijk de deur. Dus dat is ook een beetje de traditie in België. Dus er wordt veel gewoon niet besproken. Eerder katholiek, laten we het zo zeggen. Dus die loontransparantie is één deel van het verhaal waar dat de Europese Unie op hamert. En die ze in principe in het kader van antidiscriminatie wel kunnen afdwingen. Er is ook de European Pillar of Social Rights die dat verder ondersteunt.
Een ander aspect zijn, is waardig werk. En daar wordt er eigenlijk gezegd dat loon dat te weinig betaalt onwaardig is. En daar probeert de Europese Commissie eigenlijk voor een deel die soevereiniteit of die bevoegdheid van de lidstaat af te snoepen om te zeggen van kijk, een loon moet toch een minimaal een waardig loon geven. Dus er zijn een aantal criteria die opgelegd worden voor de minimumloon, ofwel statutair ofwel onderhandeld in de verschillende lidstaten. Dus dat zijn zaken waar dat de Europese Unie probeert op te wegen. En wat ze ook beseffen, en dat is vooral eigenlijk door het parcours dat afgelegd wordt om die directives erdoor te krijgen, dat is dat sociaal overleg daar een hoeksteen van is. Dat het niet zal lukken door alleen maar een uniforme norm te gaan opleggen en eigenlijk alles mechanistisch met een formule te proberen uit te stippelen. En dan zullen alle landen wel naar elkaar convergeren. Hè. Dus er is eigenlijk veel proces die daarbij kijken komt, veel onderhandelingen, sociaal dialoog is van belang. En dus in het kader daarvan proberen ze, zowel bij wage transparency als bij de minimumlonen, die dan natuurlijk nog bij de lidstaten zouden berusten, proberen ze wel procedures naar voren te schuiven waar de sociale partners bij betrokken worden. Dus dat is de manier waarop dat Europa dat probeert te sturen. De bevoegdheid blijft bij de lidstaten, maar laten we een beetje leren van elkaar. Het laatste, daar kan ik niet echt veel over zeggen, maar dat is dat er ook paritaire comité's zijn op Europees niveau, European Works Councils, maar voorlopig op vlak van loonvorming gebeurt daar niet veel in. Maar dat is eventueel ook nog een piste voor de toekomst. Oké, dankjewel. Ondertussen hebben we dit hele uur ons gesprek gehad. Het was bijzonder boeiend. Het leert opnieuw dat vele dingen veel ingewikkelder zijn dan op het eerste gezicht lijkt. En dat wat we de pers lezen, de waan van de dag, eigenlijk maar een heel oppervlakkige laag is van de hele complexe structuur die erachter zit. Dank u voor die inbreng en tot bijgelegenheid. Dank u wel.